Ik loop hier toch toevallig voorbij. Toeval is uw vriend redden van de dood. Ja, op een dag zat ik in de refter, waren we tacos aan het eten met de klas. En was ik aan het stikken in een taco. En niemand zei het, behalve mijn vriend Berten. En hij heeft mij geholpen door mij water en sla te geven om de taco door te spoelen. Ik ben er nog goed van afgekomen met een wond aan de slokdarm. Breaking news. Ja, ik moet doen er zo'n rat van, maar dan zijn we zo'n woorden. Ja. Zo. Dat was zo goed, de rest toen ik dat deed. Doe dat. Zo'n ja, toeval is... Mooi. Zot. Spannend. Leuk. Nieuw. Verrassend. Oh. Vreemd. Onverwacht. Toeval. Een beetje bizar. En heel leuk. Dag! Ja, ik heb het nog wel. Volgens mij is toeval een gebeurtenis dat een grote of een kleine impact kan hebben op je leven. En dat volgens mij wel samenhangt met het lot. En ik geloof wel dat dingen gebeuren voor een reden en dat dat samenhangt met toeval. Voor mij is toeval alles. In alles zit toeval. Je kunt er niet aan ontsnappen. Wat je ook doet, dat is allemaal super toevallig. Je kunt denken, ik heb dat allemaal voorbereid, ik heb dat met stappen, ik weet wat ik doe. Maar dat is niet waar. Alles is toeval. Beste bezoekers, welkom op de avond van het grote toeval. Stel je voor, je bent 2 seconden te laat aan de tram. De deuren gaan dicht en jij blijft buiten adem aan de halte staan. Pech. Maar, terwijl je staat te wachten, kom je een jeugdvriend tegen. En je spreekt af. En het is het begin van een nieuwe vriendschap. Je leven had er heel anders uitgezien als je 2 seconden eerder aan de halte was geweest. Toeval speelt een belangrijke rol in je leven. Maar wat weten we erover? Je hebt hobby's en huisdieren en lievelingseten. Hoeveel daarvan is toevallig? Waarom kies je juist die sport of die muziek of die school? Is het toeval? Of zitten er andere verborgen mechanismen achter? Bestaat het noodlot? Hebben sommige mensen meer geluk dan anderen? Is succesvol zijn het resultaat van talent of toeval? Kan je toeval naar je hand zetten? Kan je toeval vermijden? Is dat wenselijk? Studeren, winkelen, sporten. We willen allemaal vooropgestelde doelen bereiken. Zo krijg je greep op een onvoorspelbare wereld. Maar sluit je zo niet veel dingen af? Sta je nog wel open voor wat het leven eigenlijk is? Dit zijn maar enkele van de vragen die vanavond aan bod komen. Toeval speelt een rol in kunst, psychologie, wiskunde, geschiedenis. Eerst is het belangrijk dat je iets over toeval weet. Luister naar de verschillende commissies die in de voorbije weken elk een thema hebben bestudeerd. Gevaar, liefde, eten, muziek, uitvindingen. We willen de nadruk leggen
op experiment. Wat gebeurt er als je meer toeval toelaat? Is het spannend, leuk, vervelend, eng? Hoe komt dat? Ben je iemand die graag alles onder controle heeft? Of vind je dit minder belangrijk? Deze avond zal niet voor iedereen even makkelijk zijn. We willen niemand dwingen om mee te doen, maar we vragen een open houding en de wil om in een veilige omgeving te experimenteren. Met deze avond willen we jullie gewoontes losschudden. Hopelijk zie je zo nieuwe kansen en stelt het je in staat om rijker te leven. Heel veel plezier. Ik ben Toe. Ik ben Val. En samen zorgen we ervoor dat jouw leven vol verrassingen zit. Toeval is voor mij een plotse gebeurtenis die gewoon gebeurt zonder een echt onverklaarbare reden. En jij, Wouter? Toeval is een kleine of grote gebeurtenis die de rest die een kleine of een heel groot gevolg kan hebben. Dank u wel. Toeval is een samenloop van omstandigheden waar wij nog geen vat op hebben. En daarom denk ik dat het toeval is. We noemen het zo omdat we het niet begrijpen. En we gewoon het kunnen plaatsen. Dat was iets. Toeval is zo het moment waarop dat je niet meer alles kunt berekenen, maar het echt zo, ja, geluk hebben wordt en zo, en eigenlijk ja, het punt waarbij het niet meer in je handen ligt. Toeval is voor mij een soort van samenloop van omstandigheden waarbij dat, die eigenlijk helemaal heel moeilijk te beschrijven is. Ik denk zoiets van. Je kunt nooit dingen voorspellen aangezien dat er altijd wel een factor is dat je niet hebt meegerekend. Want als je alle factoren zou in rekening kunnen nemen, dan zou je alles kunnen voorspellen en zouden we al wetenschappelijk kunnen bewijzen waar dat de hele wereld naartoe gaat en op welk exact moment dat iemand zou sterven, tot op de milliseconde bijna. En dat is niet echt mogelijk, want elke keer is er een nieuwe variabele en dan kunnen we weer een vertakking maken voor een nieuwe mogelijke werkelijkheid, waar dat dan ook weer 500 miljard nieuwe vertakkingen uit kunnen komen. En het is eigenlijk niet mogelijk om te voorspellen op een of andere manier hoe dat toekomst gaat verlopen. Dankjewel. Volgens ons is alles toeval, heel de wereld is toeval. Alles wat er nu bestaat is ook allemaal ontstaan door het toeval. Toeval kan positief of negatief zijn. Sommige mensen kunnen zekerheid proberen zoeken in toeval. Maar eigenlijk is er helemaal geen zekerheid in het leven. Alles is toeval. Mensen proberen dat gewoon zo te verklaren. Maar de enige zekerheid die je kunt vinden is uiteindelijk de dood. Dat is het enige waar je zeker over kunt zijn. Toeval is mij tegengekomen op een mooi festival met de zon voor uw ogen en een parasol.
Milan Kundera verwoordde het mooi in zijn boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Niet de noodzaak, maar het toeval zit vol betovering. Laat dat de inspiratie zijn voor vanavond. Een avond vol betovering. Iedereen zijn leven wordt beheerst door toeval. Toeval is eigenlijk een mechanisme dat onze hersenen gebruikt om te complexe situaties te verklaren. Toeval voor ons is iets speciaals. Dat kun je niet beïnvloeden of zo. Het gebeurt zomaar, ook zonder dat je dat wilt. Het kan positief of negatief zijn en vaak heb je de neiging om zo te denken dat dat altijd negatief is. Maar als je er zo over nadenkt, gebeurt dat ook vaak positieve dingen. Het toeval is ook zoiets dat je niet kunt ontlopen. En wij zijn ervan overtuigd dat er niet echt, dat eigenlijk heel je leven uit toeval bestaat en dat je niet echt van een lot kunt spreken. Die je leven op allerlei aspecten beïnvloedt. Bijvoorbeeld, je bent op een feestje, je schuift uit omdat je een beetje te zat bent en je vliegt in een jongen zijn armen en hij wordt je toekomstige man. Het leven is toeval. En toeval is leven. Toeval is hetgeen we gebruiken om orde te scheppen in de chaos van ons leven. Wat ik me dan een beetje afvraag, als je niet in een toeval gelooft, hoe het leven er dan uitziet. Toeval is iets plezant, maar als je er verder over nadenkt, kan het heel eng zijn. En dat is goed, ja. Dat maakt je leven. En het gebeurt bij iedereen. Dit is toeval. Ik sta hier in de klas. Ik zit in VST. Maakt je leven nog verschil. Daardoor is dit toeval. Ja. Alles is toeval. Toeval is niet weten wat te zeggen. Maar toeval is ook alles weten. Toeval is geboren zijn. Toeval is alles. Maar ik geloof dat toeval heel mijn leven zal bepalen en ook volgend jaar zal bepalen welke studierichting dat ik uit zal gaan. Ik geloof dat toeval mij op dit moment hier heeft gebracht door allemaal factoren die op elkaar hebben ingespeeld. Oh, Guzius! Zeg jij dat mijn ding is gewoon een kus? Weet je het wel? Maar ik heb al gepraat, jij hebt nog niets gezegd. Ik zeg al iets. Hallo, ik ben hier. Is het goed? Maar ik sta gewoon in beeld. Is dat geen? Ja, het is al bezig. Hij is al bezig. Ah, oké. Okay. Ik geloof dat toeval om de samen gebracht. De vraag die hier vaak gesteld is geweest, is of het toeval bestaat, ja dan nee.
Veel leerlingen twijfelen daarover. Het is eigenlijk een kwestie van geloof. Nu, ik kan u zeggen, het toeval bestaat wel zeker. Hoe kan ik dat nu weten? Wel, ik zal het u vertellen. Het toeval bestaat uit 6 letters. T-O-E-V-A-L. Toeval. Voilà, 6 letters. Dat is geen toeval. Er zijn veel woorden die bestaan uit 6 letters. Rampen, wanten, liefde, liedje, hartje. 6 letters. Het cijfer 6 staat ook voor harmonie en liefde. Dat is gewoon eindeloos. Helemaal ronddraaien. 360. De hoogste worden een dobbelsteen. 6. De duivel. 3 x 6. Een week bestaat uit 6 dagen en 1 rustdag. 6 is het kleinste voorbeeld van een perfect getal. En dan heb ik het nog niet gehad over seks. Hoe zalig is dat? En dan nu magie met het getal 6. Als je het omdraait, heb je 9. Maar goed, ik had mij voorgenomen om hier te spreken met een soort van eigen wijsheid en een nasale uitspraak. En dat heb ik ook gedaan. Toeval. Toeval is voor ons als gooi mijn dobbelsteen. Je weet op voorhand niet wat je zal krijgen, geluk of ongeluk, maar we geloven wel dat uit iets negatiefs iets positiefs kan volgen. Toeval is verrassend, onverwacht, chaotisch, ontdekkend. Verrijkend, spannend, angstaanjagend, schokkend, opwindend. Toeval is samenkomst van... Toeval is een samenkomst van gebeurtenissen. Toeval is staan. Toeval is iets uniek. We weten nooit dat het echt in ons leven is. We beseffen gewoon niet dat het toeval is. Het beïnvloedt ons leven, zowel positief als negatief. Toeval is gewoon alles in de wereld.